twee manieren om op deze auto uit te komen. Nou, misschien nog een derde. Als je gewoon zegt, ik wil een Q5, maar doe maar gewoon de dikste. Dan kom je bij deze SQ5 uit. Maar de andere twee manieren zijn als je... Ja, ik wil, je komt van een Polo Blue Motion. Dan kies je een Golf GTD. En daarna wil je weer een, nou ja, sportief uitziende, wat lekkerder klinkende, iets snellere diesel hebben. Nou, Audi SQ5. Of je bent fan van Audi S en RS modellen. Maar je komt erachter dat die benzine drinkende vrienden dat toch wel, zeg maar, met flinke slokken doen. Als je een beetje gas geeft. En ook als je niet gas geeft. Dat is natuurlijk wel het voordeel. Audi SQ5. Dit is de TDI. Hè? Deze generatie Audi SQ5. Alleen als TDI in Europa geleverd. Buiten Europa had je hem wel gewoon met een benzine 3 liter TFSI. Maar voor hier is er dus de TDI wat de klok slaat. En dat betekent één ding. Het verbruik voor een auto van dit formaat. Met 313 pk minimaal. Het zijn wat verschillende varianten geweest van de SQ5. Eigenlijk wel heel vriendelijk is. 1 op 11, 1 op 12. Als je heel rustig rijdt nog veel meer. Dus dat is eigenlijk best wel briljant voor het prestatiepotentieel. Want dit is gewoon een snelle auto. Dat is echt, ik bedoel, geen Ferrari of Porsche killer. Maar wel gewoon echt lekker. En wat wel grappig is. Geluid van deze auto. Aan de ene kant TDI. Maar er zit gewoon knijterhard een hele grote luidspreker in het uitlaattraject verwerkt. Dus als ik dan op het gas ga nu, dan hoor je gewoon ook een ander geluid. Dat is wel grappig. Ik vind, als je wat rustiger rijdt, klinkt dat beter dan dat je echt vol op het gas gaat. Dan denk ik gewoon, ja, dit is gewoon een TDI. Maar ja, zo'n 3 liter TDI, dat is, ja, vind ik nog steeds gewoon een mooi blok. Dat past wel bij een auto als dit. Lekker potent en nou, dus relatief ook nog zuinig. Er zijn wat verschillende varianten geweest van de SQ5, waaronder de Competition en de Plus. En dan krijg je wel wat extra pk'tjes en soms ook nog wat andere uitrusting. Op Autotrack staan er iets meer dan 30 te koop van deze generatie SQ5. Prijzen vielen mij tegen nog best wel een beetje stevig, hè, vanaf zo'n 50 mil. En dat loopt nog behoorlijk op voor de echt jonge exemplaren, tot zo'n 70, 80 mil. Alternatieven voor een SQ5, ja, Porsche Macan is iets wat wel in mij opkomt, nog wat prijziger. Bij BMW heb je van de X3 eigenlijk niet een wat sportievere versie. Natuurlijk kan je wel een dikke motor erin krijgen, maar ja, echt zo'n beetje leuke aangeklede versie, die is er niet. Mercedes, eigenlijk ook niet. Dat betreft heeft Audi een beetje alleen recht, zeg maar, als het gaat om, ja, gebruikte, snellere, sportieve SUV's. Van dit formaat dus. Aantal aandachtspunten valt wel mee. Qua carrosserie, panoramadak, daar is een vehicle op geweest. Omdat bij extreme kou kan het ding knappen. Dat is toch wel vervelend, want dan heb je natuurlijk een hoop glas opeens in het interieur. Dus dat is wel een ding om even in de gaten te houden. Sowieso werking van panoramadak altijd even open en dicht doen en kijken of dat allemaal goed gaat. Steenslag is ook wel een dingetje. Ander ding om op te letten, als je voor en er onderstel bijgeluiden hoort en kan ook wat vager stuurgevoel zijn. Dat zijn de stuurkogels die kunnen slijten. Nou, ook soms bij relatief lage kilometerstanden. Dat is een dingetje om even in de gaten te houden. Nou, verder, er zijn wat horrorverhalen te vinden over elektronica. Eigenlijk algemeen voor de Q5. Dus je zorgt dat je alles controleert. Dus, hè, panoramadak, alles rondom navigatiesysteem, elektrisch verstelbare stoelen, noem het allemaal. Gewoon even alles doorlopen. Dat doen jullie toch al als je met een occasion rijdt. Die zijn allemaal zo braaf, je volgt het advies allemaal op. Maar het is wel een dingetje. Want als je de elektronische problemen hebt, het kan gewoon soms wel heel naar zijn om op te lossen en of prijzig. Dit exemplaar vonden we bij Audi Sportcentrum Tilburg. Lekker kleurtje. Alle SQ5 bedjes zijn eraf, behalve in de grill volgens mij.
oogt die toch wat anoniemer, maar die kleur vind ik wel gaarig. Ben je op zoek naar een tweedehands auto en wil je onze hulp? Of ben je een autobedrijf en heb je een hele leuke occasion staan waarvan wij een video mogen maken? Mail dan even naar tipsetautoblog.nl.